Ik geloof dat Jezus niet meer of bijzonderder was dan ieder ander mens. Ik denk wel dat Jezus ook voor heel veel mensen misschien dat zij hem provocerend vonden of kort door de bocht. Nou, Jezus heeft natuurlijk had een goed marketingplan, had een goede communicatie, had goede mensen om zich heen die zijn verhaal verder vertelden. En ja, die hebben natuurlijk fantastische zakken meegevuld in de afgelopen eeuwen. Something bad that kept him on the run. Wat denken Arnhemmers over Jezus? Is hij nog relevant of enigszins belangrijk? Vroeger was dit een kerk. Nu is het een skatehal. Als kind ging ik hier wel eens naar een kerkdienst. Het is omgebouwd tot woningcomplex. In de afgelopen jaren zijn er in Arnhem heel wat kerken verdwenen of hebben een andere bestemming. Zo is de Eusebius te huur voor evenementen. Maar dit was eerst de sporthal van een buurtvereniging en het wordt nu als kerk gebruikt. En eens per jaar zit het Gelredoom helemaal vol met gelovige jongeren als hier de EO Jongerendag plaatsvindt. Wat denken de inwoners van mijn stad over Jezus? Daar ben ik benieuwd naar. Een van die inwoners is de schilder Alexander Smit. Ja, ik denk dat hij al licht hier heeft rondgelopen. Ik denk ook zeker dat hij een heel belangrijke plek heeft ingenomen in de geschiedenis, in die zin. Bahaeddin Budak is een Arnhemse imam. En ook hij heeft zijn gedachten over Jezus. Ik geloof zeker dat Jezus bestaan heeft. Jezus is voor mij een onderdeel van mijn levensovertuiging. Tineke Haket heeft een zoektocht langs verschillende spirituele stromingen gevolgd. Uiteindelijk kwam ze terecht bij een cursus over het christelijk geloof. Ik ben natuurlijk wel heel lang ermee bezig geweest van wie is die Jezus eigenlijk. En hij zegt wel dit en hij zegt wel dat. Maar toen ik het begon te snappen, viel alle puzzeltjes, vielen alles. Ja, ik ben ervan overtuigd, hij heeft mij teruggebracht naar zoals hij mij bedoeld heeft. Rudy Kousbroek is een bekend gezicht in het Arnhemse Spijkerkwartier. Tegenwoordig als galeriehouder en vroeger als raamexploitant toen Arnhem nog een roze buurt had. Wat denkt hij over Jezus? Geschiedkundige figuur die heeft bijgedragen op deze wereld. Hij heeft de mensen wel degelijk geholpen en gewezen en hoe ze zouden moeten leven, dat geloof ik wel. Emiel Ratelband kennen we natuurlijk van tv. Maar ook door zijn frietent in het centrum van Arnhem, waar hij beroemd mee werd onder zijn stadgenoten. Nou, ik denk dat Jezus wel bestaan heeft. Dat Jezus een soort rebel is geweest in de Israëlische, in de Joodse geschiedenis. En dat deze man een sekte is begonnen, ja. Janine Pormus is geen bekende Arnhemmer. Misschien komt dat nog, want tegenwoordig presenteert ze een programma op de christelijke televisiezender Family 7. Het was wel iemand met charisma. Want mensen, als je de Bijbel leest, dan zie je dat er soms staat van nee, Jezus was daar en iedereen kwam in drommen bij elkaar. Ik denk, ja, dan moet je toch wel iets speciaals doen. Dat iedereen dan vergeet om te eten, vergeet om te werken. En dat iedereen als een soort blinde kip denkt van wat gaat hij vertellen? En aan zijn lippen hangt en in drommen. En soms duizenden mensen die gewoon zich helemaal eromheen verzamelen. Je kan een beweging kan je op een gegeven moment maken. En zoals hij dat deed, dat hij daar met enorme aantallen volgelingen op een gegeven moment op pad ging ook. Dat daar natuurlijk van die toentertijd, zoals koningen en landeigenaren, zich in het nauw gedreven voelden en dachten, jee,
He, daar, als we dan in deze tijd kijken, zoals dat nu ook weer gebeurt, dat is wel een dreiging, want die gooit straks het hele systeem omver en die gooit ons eruit. In een gemeenschap waar veel onderdrukking is, waar veel onrechtvaardigheid is, waar mensen grof met elkaar omgaan, waar een systeem is opgebouwd waarbij zwakkeren onderdrukt worden door sterke en armen door rijken en armen blijven en rijken zichzelf alleen maar verheerlijken. En jij komt dan en zegt dat dit niet kan. Dan creëer je automatisch vijanden. Dat is vandaag de dag ook het geval. Als je baanbrekend bent, dan maak je natuurlijk altijd vijanden. Kijk naar mezelf. Hè? Toen ik weet nog in 1988 vertelde ik over NLP, over spiegelen en framen en herkaderen en rapport maken en dergelijke. Nou, ik werd verguisd door iedereen, door de gevestigde wetenschap voorop. Ja, dat hoort er gewoon bij, dat als je het anders bent. En toen de tijd natuurlijk met die fariseërs, dat was natuurlijk een soort politici. En de politici wil natuurlijk maar één ding, macht houden. En komt er dan zo'n jonge gozer die de tempel in komt en die alles omver gooit. Ja, wat moet je met zo'n knaap? Moet je voorstellen dat het nou zou gebeuren in de Tweede Kamer? Ja, dan ben je gelijk terrorist en dan word je gelijk opgesloten de rest van je leven. Some say he was a poet, then he stand upon the hill. That his voice could calm an angry crowd and make the waves stand still. That he spoke in many parables that few could understand. But the people sat for hours just to listen to this man. Ik heb een film over Jezus. En daar kijk ik af en toe stukken uit. En daardoor, want ik ben meer het kijken naar iets als het lezen. Ik ben niet zo'n goede lezer. Maar de verhalen die in de Bijbel staan, die geloof ik. Ik denk dat het een verhaal is. We kennen allemaal in seminars kennen het verhaal van de 6 mensen gaan naar buiten toe. Je vertelt één verhaal, een heel mooi verhaal over de trein en een vliegtuig. En iemand wacht daarop en leest de krant. En die moet dat vertellen tegen de volgende die dat niet gehoord heeft. En nou, elke keer moet de laatste het verhaal doortellen. En dan blijkt de 6e die zegt. Nou, we gingen met z'n allen naar de bioscoop naar James Bond en die schoot de 2 dood. En god, dat was een hartstikke lekker wijf die daar in de Aston Martin wegreed. Dus dat weten we allemaal. Dus hoe meer de overleveringen is, hoe meer er verloren gaat en hoe meer er dus bijgefantaseerd wordt. Maar het is natuurlijk op zich een mooi verhaal, wat het natuurlijk heel goed doet. Het is een prachtig verhaal van een man in een tijd die zelf beschikte over bijzondere gaves, waarvan ik zeg van, nou, dat is voor mij wel aanvaardbaar. Dus je moet niet denken dat ik iemand ben die het naast zich neergooit. Dat is niet waar. Alleen zodra je op het aspect komt over het feit, het goddelijke en het aanbidden in die mate, zeg ik van, nee, daar kan ik me niet zo mee verenigen. Want dat gaat mij dan weer iets te ver. Nou, ik geloof dat het Bijbelverhaal van Jezus in zijn algemeenheid heeft waargenomen. En datgene wat hij gedaan heeft, wat hij heeft verteld en waarvoor hij stond, duidelijk is. Voor mij is Jezus zeker niet God en ook niet zoon van God. Wel profeet, boodschapper van God, net als de profeet en boodschapper van God Mohammed ook een van deze boodschappers was. Ik geloof dat Jezus niet meer of bijzonderder was dan ieder ander mens die hier rondloopt. Ik vind het heel geloofwaardig dat hij inderdaad gewoon de zoon is geweest van Jozef en Maria. Dat zijn vader timmerman was, dus dat Jezus natuurlijk ook een timmerman wordt. Tevens vind ik het heel geloofwaardig dat hij zijn roeping is gaan volgen om mensen de boodschap van liefde te geven. Zoon van God,
vind ik ook heel logisch. En ik durf gewoon ook te zeggen dat hij inderdaad de zoon van God is. Omdat we dat allemaal zijn. Als ik de verhalen over Jezus lees, dan geloof ik dat alles letterlijk gebeurd is zoals het er staat. Dus ik zie het niet als figuurlijk. Ik heb wel echt de tijd toen ik een jaar of 30 was daar heel erg mee geworsteld. Dat ik dacht van hoe zit dat dan? Ben ik dan alleen maar gelovig vanuit die normen en waarden die Jezus heeft meegegeven? Of ervaar ik ook echt dat Jezus nu nog bestaat? En toen heb ik echt in die periode opnieuw wel een soort bondje gesloten met God. Dat ik dacht, als u er echt bent, ik wil echt dat dan ook van binnenuit zeker weten. En niet vanuit een gemanierdheid. Dat dat keurig of netjes of dat bij je opvoeding hoort. En dat is niet van de een op de andere dag gegaan. Dat is een soort worsteling met God zelf geweest. Zo rond mijn 30ste, denk ik. En daarna is dat nooit meer, is dat zo sterk verankerd in me, dat ik denk, dat is nooit meer weggegaan. Ik heb daarna nooit meer getwijfeld over, zou die echt bestaan? Nooit meer. Ik heb ooit in een bidgroep gezeten. En ook omdat ik dacht, voelde dat ik daar naartoe moest, want ik had niks met bidden. Dat vond ik aan anderen, maar niet aan mezelf. En toen ben ik naar zo'n bidgroep toegegaan. En daar zit je dan de hele avond met mensen ook te praten en zo. En je bidt voor andere mensen. En op een gegeven moment zat ik zo met de ogen dicht. En toen was er een mevrouw die bidde voor mij. En toen kwam er een gevoel over mij van ik ben thuis. En ik had dat gevoel nog nooit gehad. Ik werd op een gegeven moment vervuld met een liefde. En die ik niet kan beschrijven. En ja, dat was voor mij ook heel duidelijk dat die er nog was. Is. Dit zijn muzikanten van Pinkstergemeente De Vruchtheuvel uit Arnhem. Zij hebben een nieuw nummer gemaakt met bestaande lyrics. Het origineel, The Outlaw, komt van de Amerikaanse gospelzanger Larry Norman. Some say he was a sorcerer, a man of mystery. He could walk upon the water, he could make a blind man see. That he conjured wine at weddings and did tricks with fish and bread. That he talked of being born again and raised people from the dead. Het lopen over water is natuurlijk wel iets wat we allemaal herkennen. Water veranderen in wijn. Ik kan me niet voorstellen dat soort dingen puur zijn verzonnen. Om een punt te maken in de Bijbel dan wel in het christendom. Er zijn meerdere mensen geweest in de geschiedenis die soortgelijke wonderen hebben laten zien. Natuurlijk, ik heb die Bijbel heus wel gelezen van voor naar achteren en van achteren naar voren. Omdat je toch geïnteresseerd bent en wil weten wat er allemaal zich afspeelt. En wat zich heeft afgespeeld, geschiedenis. En dan geloof ik in een aantal punten, zeg ik dat kan. Dat is voor mij is dat helemaal niet iets. Ik ben ook iemand die ervan overtuigd is dat er ook andere dingen nog zijn. Laten we zeggen, de wonderen die hij zou hebben verricht. Wat je dan als een wonder ziet, zou je natuurlijk ook op kunnen lossen door daarover na te denken en te zeggen, ja, het kan altijd. Er zijn zoveel dingen in het leven waarvan we niet weten hoe het is en hoe het zit. Dan geloof ik dat wel. Daar twijfel ik niet eens aan. Er zijn heel veel kerken vandaag de dag waar genezingen gebeuren. Vroeger had je Maasbach. En Maasbach deed ook genezingen in de naam van, dat was altijd in de naam van Jezus, maar we weten nu ook allemaal dat het mogelijk is, dat het kan. Er kan een spontane genezing ontstaan van kanker. Er kan een ontstaan
spontaan een ontgifting plaatsvinden van jaren drugs en dergelijke, zodat iemand gewoon van de rotsje af is. Ja, dat bestaat. We hadden een keer in de Alfa een vrouwtje en die was... hoe heette die ziekte ook alweer? Alvleesklierkanker. En wij zijn voor haar gaan bidden. En ja, ik geloof gewoon dat het zo is, dat zij het ook had. Maar zij kwam in het ziekenhuis en toen werd er gezegd van... ja, we snappen het niet, maar je hebt geen alvleesklierkanker meer. En toen had zij zoiets van, ja, maar hoe kan dat nou? Ja, zegt die dokter, nou, dat kan ik jou beter vragen. En toen zegt ze, nou ja, er is wel heel veel gebeden voor mij. Ik zie dat meer als een psychologische steun aan de zieke. Wij weten allemaal, zeker ook in de medische wereld, dat een ziek persoon met een goede instelling, met een goed overtuiging dat hij zelf beter gaat worden, zijn beterschap gaat vergemakkelijken. En heel veel medicijnen die in principe eigenlijk geen werking hebben, toch gegeven worden door artsen, omdat een ziek persoon gelooft dat medicijn X de persoon goed kan maken. Maar de genezing van Jezus was geen placebo-effect. Was echt. En dat maakt hem bijzonder. Dat maakt hem een boodschapper van God. En kan dat nu nog steeds? Nee. Want je moet een boodschapper zijn om deze bijzondere wonderen te kunnen laten zien. Ik was een jaar of 10 geleden met mijn gezin in Mongolië. En daar was een blinde mevrouw. En we waren met een heleboel mensen van een kleine kerk waren we bij elkaar op het platteland in Mongolië. En ik denk dat ik daar meer durfde als in Nederland. Omdat je dan, ja, ik weet niet, je bent in een ander gebied. En wij gingen met ons eigen gezin voor die mevrouw bidden. Ze was blind. En op een gegeven moment kon ze de kleuren van mijn trui zien. Ze noemde ook de kleuren van mijn trui. En dus dat vond ik helemaal kicken, want ik was degene die samen met mijn man voor haar ging bidden. Dus dan denk je helemaal van, ik ga bidden voor iemand en er gebeurt wat. Maar dat helpt wel heel erg om te omarmen de Bijbelverhalen zoals ze er staan van, het kan dus echt. Er zijn omstandigheden en er zijn mensen die in staat zijn om iets te doen wat wij niet meer bevatten. En nou, dan komen we terug op het verhaal van Jezus. Want dan kom je op het verhaal van Jezus die een bijzondere gave had en waarvan ik denk dat hij toch in die tijd in staat was dingen te doen. Zoals dat nu nog met mensen kan gebeuren die wij eigenlijk niet bevatten, waarin we dan, en dat vind ik dan wel weer juist waar ik dan weer aan twijfel, waarvan ik zeg, ja, dit is voor mij toch te ver om dan te zeggen van het goddelijke erbij te halen en het geloof. En te zeggen, ja, maar dit is een zoon van God, dit is de zoon van God, die heeft dat gedaan. Some say a politician who spoke of being free. He was followed by the masses on the shores of Galilee. He spoke out against corruption and he bowed to no degree. Terug in de geschiedenis gaat, ze hebben hem gekruisigd. En na de hand is hij dus weer opgestaan. Voor mij is dat een stukje geschiedenis waarvan ik zeg, ja, dat is voor mij heel aanvaardbaar. Dat is gebeurd, dat geloof ik ook wel. Maar dan krijg je het punt en dan begint het kerkelijke, mensen die dat dan doortrekken en zeggen, hij was echt dood en hij is toen weer tot leven gekomen. Ja,
dat laten we maar buiten beschouwing. Want dan ga je op een gegeven moment filosoferen en kom je met allerlei andere... dat je gaat zeggen van, nou, kijk, ik heb een voorbeeld hier en een voorbeeld daar. En dan kan je alle kanten op. Dat moet je met het verhaal niet doen. Vernietig je het verhaal. Laat ik het zo maar zeggen. Wij geloven dat Jezus niet is gekruisigd. Zo staat dat in de Koran. En dat nemen we als waarheid aan. En dat iemand anders in plaats van hem gekruisigd is. En wat er later met hem is gebeurd, daar zijn moslims een beetje over verdeeld. Een belangrijke groep gelooft dat Jezus tijdens zijn vlucht opgenomen is door God en is ergens in de hemelen. In een andere dimensie leeft hij en komt op een gegeven moment weer terug en gaat zijn leven uitleven. En een andere groep die gelooft dat hij, net als alle andere mensen, op een gegeven moment gewoon ergens is gestorven. Wat geloof je zelf? Weet je, voor mij, ik vind dat helemaal niet belangrijk. Ik vind het helemaal niet belangrijk of nou Jezus wel of niet is gestorven. Belangrijk is zijn message. Ik geloof wel zoals het in de Bijbel staat, dat... dat op een gegeven moment hij doodverklaard is. Hè? Dat ze een speer ook in zijn zij hebben geprikt. En zo hebben we geconstateerd dat hij dood was. Toen is hij van het kruis gehaald. Toen is hij begraven. Wat ik heel komisch vind, is dat je dan leest in de Bijbel dat ze dan soldaten bij dat graf zetten. En dat is ook wel weer dat ik denk, zie, zo is Jezus. Zelfs tot in zijn dood zorgt hij voor reuring en een soort opwinding. En dat alles anders is dan normaal. En dan staat er in de Bijbel dat er op de derde dag, het moment dat hij begraven is, dat hij na de derde dag, dat graf leeg is. En dat de mensen die het graf bezoeken, die zien de steen weggerold. En dat er in plaats van dat Jezus daar dood in de doeken ligt gewikkeld, dat daar een engel zit. En ik geloof dat ook, zoals dat in de Bijbel staat. Dat geloof ik ook. En ik vind het verhaal zo mooi, omdat hij zich nog even liet zien en volgens mij de mens bewust maakte van ik ben dan wel dood, maar ik ben er nog steeds. Net als na deze tijd. Ik zie die 3 maanden dat hij op de aarde was nog steeds alsof hij er nu ook zou kunnen zijn. Het feit dat hij opstond vanuit de dood, ik kan me namelijk heel goed voorstellen dat hij daarmee liet zien dat de dood niet het einde is van wat wij denken dat de dood is. Dat de geboorte van een kind, opgroeien naar ouderdom en dan het leven op aarde eindigt, dat absoluut niet waar is. Geboorte is geen begin en het sterven is geen einde. Het is slechts een overgang van het non-fysiek naar het fysieke. Bedoel jij met non-fysiek, fysiek, die overgang, is dat dan reïncarnatie? Geloof jij in reïncarnatie? Ja, maar de reïncarnatie is voor mij geen geloof. En het is slechts een omschrijving van de verhuizing van het non-fysieke naar het fysieke en weer terug. En dat doen we een paar keer, ettelijke keer, zoveel wat nodig achter. Maar niet om iets te bereiken. Niet om verlicht te worden. En niet om een bepaald doel te bereiken. Ik heb eens een schilderij gehad. En dat heb ik verkocht en daar had ik na de hand spijt van. En dat was een schilderij van Anton Weli. En dat was het Lam Gods. En daar zie je dan de Jezusfiguur en die daar gespreid staat, beschermend ten opzichte van de mensen die dan iets lager, gedrapeerd zo eromheen staan en die dan in principe het geloof hebben dat Jezus ook op dit moment wel aanwezig zou zijn.
Maar dat is natuurlijk alleen maar via kunst. Het is niet de werkelijkheid. Maar ik geloof dan ook wel weer dat die mensen daar de geluk in vinden. Dus Jezus was dan, die gaf weer hoop. En hoop doet leven. Jongens, al heb je nog zo slecht hier, al heb je nog zo op je donder gehad, maakt niet uit. Ik ga dood voor jou, ik ben dood voor jou gegaan. Al ben je nog zo zondaar geweest, niks aan de hand. Gewoon, ik vergeef het je en door mijn bloed word je gereinigd. Hup, en dan kom je in de hemel bij je vader terecht. Als je dat kunt geloven, als je naar de kerk gaat en je gelooft dat, is helemaal top. Fantastisch. Want dan weet je dat dit lijden een functie heeft en dat is dat je straks het beter krijgt. Nou, dus helemaal fantastisch. Ik geloof het niet. Ik geloof dat je, dus, maar dat is meer boeddhistisch, meer. Ik ben ook een halve blauwe, zo'n pinda. Ik geloof gewoon dat God in jezelf zit en dat je niet Jezus nodig hebt of Maria Magdalena nodig hebt om hem te aanbidden. Ik denk zelfs dat het dan zo is dat je hem geschreven met een hoofdletter dan ook ontkent eigenlijk als het ware. Als we gaan kijken hoe deze wereld in elkaar zit en hoe het heelal in elkaar zit en alles, dat allemaal zo prachtig, allemaal zo functioneert, dan is dat in principe het natuurlijke, is het goddelijke. Dan zou je zeggen dat ik toch wel in een soort God geloof. Is Jezus er nog? Ja. Dat geloof ik gewoon. Dat is ook weer zoiets, dat geloof ik gewoon. Omdat hij heeft gezegd... ik ben er. Ik ben er voor je. Dus dat is tijdloos. En als ik zie wat hij in mijn leven heeft gedaan, dan ben ik ervan overtuigd ook dat hij er dan is. Ik heb ontdekt door mijn leven heen dat als je Jezus gewoon in hele simpele alledaagse dingen kan betrekken, dat... ja, dat daar ook wel een soort rust en vrede in je leven komt. Dus dat zou ik niet meer willen missen. Dus daarom besteed ik daar ook graag tijd aan. Omdat het gewoon een soort dagelijkse voeding voor je dag is, zeg maar. Weet je, een soort olie in de motor. Ja, ik heb dat nodig. Het is gewoon iets waar ik op teer. En wat mijn voeding is. En ook, ik ben ervan gaan houden. Dus ik wil ook niet meer zonder dat. Sipping whiskey from a paper cup, you drown your sorrows till you can't stand up. And take a look at what you've done to yourself. Why don't you put the bottle back on the shelf? Yellow fingered from your cigarettes, your hands are shaking while your body sweats.